De Stichting Jeugd en Verzorging JTV heeft afgelopen vrijdag een nieuwe kliniek, de Redidoti, in gebruik genomen. De dienstverlening zal zich richten op zowel preventieve als curatieve zorg voor jong en oud. Het gaat om een mobiel voertuig met benodigde apparatuur. Het idee voor een poli voor het bieden van diensten aan de lokale gemeenschap bestaat al sinds 2017. Volksgezondheidsminister Ramadan noemt de opening van de poli een historisch moment, omdat dit gebied niet behoort tot het verzorgingsgebied van de stichting JTV. 100 huishoudens, de Bambi-project in Marowijne, zullen binnenkort voorzien zijn van stroom. Jarenlang is dit gebied zonder elektriciteitsaansluiting gebleven. Op 11 februari is er middels het plaatsen van de eerste paal het start zijn gegeven voor het elektrificatieproject de Mungo. EBS-directeur Leo Brunswijk zegt dat de snelheid van de uitvoering van het project afhankelijk is van het weer, transport en de bereikbaarheid van het gebied. Hij riep de bewoners ook op om hun installatie ten behoeve van hun huisaansluiting zo snel als mogelijk in orde te maken. Inheemse en tribale volken zullen niet schromen om actie te voeren om garantie te krijgen voor hun rechtszekerheid en rechtsbescherming. Dit hebben de partijen aangegeven in de slotverklaring van de Krutu, van de Fits, de Samaka gezagsdragers en Kampos. Afgelopen vrijdag hebben de organisaties in Powaka gesproken over de huidige situatie, met name de erkenning van de collectieve rechten van de inheemsen en Marons. Ook zullen er internationale acties ondernomen worden. De verklaring is vandaag gestuurd naar DNA en de president.